En kom, hier is een mooie band. We zijn bij de lancering van de spijkerbroek van Sylvia Geersen. Het ex-Hollands Next Topmodel dat nu haar eigen denimlijn heeft. En ja, ik ben benieuwd. Het schijnt een hele sexy broek te zijn. Ik heb hem nog niet gezien. In Zuid-Amerika als vrouw zijnde ben je niks zonder curves, zonder billen. Toen dacht ik van, weet je, in Nederland zijn we helemaal niet zo gefocust op billen. Laat ik nou even gewoon een stempel zetten hier in Nederland met mijn broeken. Wat gewoon liftend is, waardoor je dus gewoon hele goede ronde billen krijgt. Is het dan vooral goed voor de vrouw of voor degene die het ziet? Ik denk beide. De vrouw voelt zich goed en de man kan ernaar kijken. Ja, beide. Nou ja, ik denk voor het oog is het ook heel belangrijk dat je van achter er goed uitziet. Ik denk de combinatie van beide. Ja, absoluut. Voor de mannen is het natuurlijk pijn, toch? Zij moeten er naar kijken. Dus ja. Ik denk dat het vooral vrouwen zullen zich zekerder voelen en mannen vinden het lekker om er naar te kijken. En dan heb je toch de perfecte broek eigenlijk. Weet je wel, je kan wel een heel slank meisje zien. Hè, mooi slank. Maar ja, wij zijn de billen. Snap je? Nou, dus als een slanke meisje zijn broek van mij aantrekt, dan is het gewoon een slank meisje met kleine ronde billetjes. Vind je het nodig voor de vrouwen hier in Nederland? Ik denk dat het persoonlijk is, misschien wel. Voor vrouwen die niet vaak naar de sportschool gaan misschien. Want hoe is het gesteld met de billen van de vrouwen hier in Nederland? Na de zomer komt het weer aan, dus het wordt beter waarschijnlijk. Ik heb in de winter een paar beroerde billen gezien. Is het ook dat ze dan in de winter uitzakken ofzo? Nou ja, kijk, winter is gewoon, weet je al, makkelijk. Je kunt een makkelijke broek aan, je kunt een makkelijke rok aan, dus dat is niet zo belangrijk. En nu komt de zomer er weer aan, dus die skinnies moeten aan, de bikinis moeten aan. Dus iedereen staat als een gek in de sportschool, weet je wel. Hey, jij draagt al zelf een van de broeken nu. Wat vind je ervan? Ze zitten echt ideaal, ze zitten echt super lekker. Ja, niet te strak en ze maken je nog mooier. Hey, ik heb curves, ik ben model, maar ik heb wel billen, ik heb borsten. En ik vond gewoon bij de broeken moest dat gewoon naar buiten komen. Ik wil gewoon een zandlopen figuur creëren.